Het onderzoek naar het familiedrama aan de Fazantendonk in Veghel is nog in volle gang. Daar werden gisteravond 3 doden gevonden, 2 volwassenen en een kind. Een verdachte werd korte tijd later in de buurt opgepakt. De politie denkt dat er zich in dit huis aan de Fazantendonk een familiedrama heeft afgespeeld. De 3 slachtoffers en de verdachte zijn familie van elkaar. Vanochtend werd 1 van de lichamen uit het huis gehaald en weggebracht. Hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. Ja, rond 17:15 kregen wij een melding van een familielid. Die stond aan de deur en die maakte zich nogal zorgen om wat daar binnen mogelijk aan de hand zou zijn. Nou, ter plekke bleken er 3 lichamen inderdaad in de woning te liggen. Bij het huis waar de lichamen gevonden zijn gevonden, wordt door de politie nog steeds uitgebreid onderzoek gedaan. En in Veghel staat verslaggever Theo Verbrugge. Ja, Theo, weet jij al iets meer over de familie waar het om gaat? Ja, voor zover nu bekend wordt er van uitgegaan dat het gaat om 3 slachtoffers. De moeder, de dochter van 10 en de oma die daar tijdelijk in huis zou wonen. Ja, en over de dader, daar wordt van uitgegaan dat het de zoon was. Die zoon, zeggen getuigen, is gisteravond aangehouden hier in de buurt bij een winkelcentrum. Ik ben vanochtend even op de school geweest waar het meisje zit. Daar wordt stilgestaan natuurlijk. Ervaringen worden daar gedeeld. En in de lokaal wordt een aparte plek ter nagedachtenis ingericht. Ja, en het onderzoek, zoals je zei, is nog wel in gang, maar het is wel afgeschaald. Vanochtend was dat nog volop bezig. Nu zijn er aanzienlijk minder politiemensen in en rond het huis. Heb jij enig idee, Theo, hoe dit gezin in de buurt bekend stond? Nou, het gezin stond niet zo bekend in de buurt. Dat viel wel op toen wij hier om reacties vroegen. Ze zijn ook niet bekend, voor zover we nu weten, bij hulpverleningsinstanties. Maar ze zijn wel meer bekend in de Turkse gemeenschap in Veghel. En leden van die Turkse gemeenschap waren hier gisteravond ook volop aanwezig. Wat is dat? Dat er heel rustig mensen en zo gebeurt. Toch hoor ik ook moeilijk, hoor. U kunt het zich niet voorstellen. Nee. Dat is echt niet zeggen. Hoe zeggen? Nee, echt. Ja, zeker. Absoluut. Wie dan ook het is. Je raakt altijd heel diep aan. En de laatste paar jaar is ook wel wat dingen gebeurd hier in het Veghel. Je wordt niet vrolijk van. Maar goed, we moeten even afwachten wat het allemaal afspeelt. Ik zie veel Turkse mensen hier, denk ik. Als ik ja, het zo hier wonen best veel Turkse gemeenschap. Dit raakt de gemeenschap. Absoluut. Heeft u ooit iets geweten van problemen in dat gezin? Nee. Het is een goede familie. Ik heb nooit iets slechts gehoord. Nee. Ik altijd goede familie, zo gezegd. Ja. Het is verschrikkelijk, maar wat doe je dan? Hè? Ja. Meer weet ik niet. Was het een huis waar vaak problemen waren of iets of dergelijke? Ik heb er helemaal nooit van gehoord. En ik woon al 30 jaar hier. Dus. Maar ze waren ook op zichzelf ook, hè? Ja. Op de Turkse gemeenschap heeft dit dus veel indruk gemaakt, Theo. Is er verder nog gereageerd op dit drama? Nou, in ieder geval voor de bewoners hier in de wijk was er gisteravond een besloten bijeenkomst om ervaringen uit te delen en te vertellen wat er gebeurd was. De burgemeester van Veghel, mevrouw Adema, heeft schriftelijk gereageerd en zegt diep getroffen te zijn. Ze heeft het over onvoorstelbaar en ontzettend verdrietig en haar medeleven gaat in eerste instantie uit naar de nabestaanden.